De beroemde kerststal in de Bossen Sint-Jan, jaarlijks goed voor 100.000 bezoekers, is weer geopend. Ieder jaar kom ik wel kijken, ja. Ik vond het indrukwekkend. Het is groot. Ik heb hem nog nooit ergens anders zo mooi gezien als hier in een bos. Tot en met 28 januari blijft de kerststal geopend en vanaf dag 1 was het al druk. Is een bossenaar trots op zijn kerststal? Absoluut. Dat is één ding wat zeker is. Het thema dit jaar is verbinden. Je wordt als bezoeker uitgenodigd aan tafel bij de drie koningen. Om bij de koningen, tussen de koningen te gaan zitten en mee te doen. En dat proberen we met deze tafel uit te duiden. Als het ware mee te eten. Heb je enig idee wat de symboliek van dit tafereel is? Ja, dat ga je het krijgen, hè? Ja. Zit aan de tafel, eet samen, doe samen, mens zijn. Dat is wat bedoeld. Wat vind je van dat thema? Dat vind ik helemaal fantastisch. Minder met de boodschap, maar meer bezig met de dieren, dat zijn de kinderen. Een zebra en een giraf. Maar er staat ook een leeuw en een ding met bulten. Een kameel. Ook gespot tussen de kerstbomen, een wijze uil. Dassen die verstoppertje spelen en een lammetje, drinkend uit een poel. En geitjes en babyhertjes. Vroeger stonden de dieren wat meer op afstand en nu zijn ze meer bij de dieren betrokken. En dat is, vind ik heel bijzonder. Heel bijzonder is ook de nu nog lege kribbe in de stal. De baby, het kindje Jezus, wordt pas in zijn kribbe gelegd na zijn geboorte die 2017 jaar geleden plaatsvond in de kerstnacht. Volgend jaar weer naar de kerststal, dan is een donatie nu op zijn plaats.